Ik ga het dashboard er maar eens in zetten. Want nu er geen deuren in de auto zitten, kun je daar lekker bij. En dat wordt later lastiger. Het ruitenwissermechaniek met de ruitenwissermotor heb ik er al ingezet. Ja, de luchttunnels moeten erin. De kachelunit onder het dashboard moet erin. Er moet ook her en der nog wat geluidsisolatie opgeplakt worden. En dan eens kijken hoe de kabelboom moet lopen. Dus vandaag wordt deels klussen, maar ook best veel zoeken. Het dashboard zit er nu een heel eind in. Altijd nog best wel een hele puzzel zo'n dashboard erin krijgen. Met name omdat ik ook nogal moet zoeken naar de juiste parkertjes en dat soort dingen. Maar het begint te komen. Het dashboard zit erin. Nog niet alle functies werken qua verlichting en dat soort dingen. Maar het is alweer een stapje verder. De volgende fase. Ik ga eens wat plaatwerk ophalen. En dan ook natuurlijk monteren. Ik moet nog wel even een beetje klauteren enzovoort. Hier zo een achterportier. En daar netjes een voorportier. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die portieren, nadat ze, ik denk in 1984 of daarvoor gespoten zijn, eruit zien na al die jaren. Het is wel allemaal netjes afgedekt met karton en motorkap hier met noppenfolie. Dus ik heb goede hoop dat het er allemaal netjes uitziet. Achterklep ziet er zo te zien echt heel mooi uit. Achterschermen. Maar ook dit soort dingen als de binnenschermpjes heeft de vorige eigenaar in de tijd al allemaal heel mooi gemaakt. Ontroest en mooi zwart gespoten of geverfd. Dus eigenlijk is het vaak ja, wel zoeken waar vind ik het, maar dan is het gewoon recht toe recht aan monteren allemaal. Mijn garage begint ook een mooie overzichtelijke uitstalling te worden. Ik heb speciaal voor dit project gezorgd dat twee auto's uitgeleend zijn, zodat ik wat plek overhoud of wat plek heb om alles neer te zetten en ook de DS natuurlijk binnen aan te werken. Want zoals het altijd gaat, een auto die uit elkaar gehaald is, kost eigenlijk 3 keer zoveel ruimte als een auto die in elkaar zit. En dit zijn ook echt van die pareltjes. Koplampreflectoren, spiegels, allemaal dat soort dingen. Gewoon in de jaren 80 door de vorige eigenaar nieuw gekocht. Ik heb 2 linkerportieren meegenomen om die te gaan monteren. Maar natuurlijk eerst moeten ze dan helemaal lekker in het sandersvet. Want dat gaat zoveel fijner als het portier nog los in je hand ligt. Het sandersvet staat al lekker op te warmen. Hier zo in mijn frituurpan. Kijk, dus ik kan aan de gang gaan. Achterschermen. En de kofferklep ook weer lekker in het sandersvet gezet. En met name de kritische naden ook met de föhn goed heet gemaakt, zodat het vloeibaar werd en er diep ingetrokken is. Met een portier erin wordt het gelijk al een beetje auto. De eerste 2 portieren hangen er nu in
En ik heb ze al een heel eind afgesteld. Zo, dit begint wat te worden. Voorportier, achterportier en nu ook het spatbord erop en netjes afgesteld. Fenomeen bij het afstellen van het spatbord. Zorgen dat dit mooi vlak ligt. Zorgen dat deze lijn overal goed is. Dat hij zeker niet naar buiten en ook niet te veel naar binnen toe staat. En natuurlijk dat de naad mooi parallel is. Ja, soms weet ik toch niet precies hoe de dingen zitten. En dan komt het mooi uit dat de sloop TS van de uitdaging van vorig jaar bij mij achter in de tuin staat als speelobject voor mijn kleinkinderen. Maar daar kan ik dan toch zo nu en dan nog wel eens eventjes naar kijken. Details als hoe zit nou precies dit steuntje? Hoe zitten de scharnieren en wasborden vast? Dat zijn dingen die ik toch niet uit mijn hoofd weet allemaal. En nog meer standaardsvet, want elk dingetje wat een beetje kritisch is, doop ik gewoon eventjes onder in de sanders, zodat hij ook goed tegen roest beschermd is. Zo, nou maar eens aan de voorkant gaan werken. Eerst de keivanger erop zetten en dan de bumper er ook op. Hier ben ik tevreden over. Hier ben ik tevreden over. Het ziet er allemaal gewoon netjes uit.